Goedemiddag allemaal en welkom hier in het casino van Amen voor de BPS, de Belgian Poker Series. En ik ben hier in het bijzijn van Ruben Visser. Ruben, eerst en vooral proficiat, want je bent de eerste geworden van de VIP Days toernooi in Venlo. Ergens in Nederland op een industrieterrein, hoorde ik. Ja, dat klopt. Dankjewel. Het is inderdaad niet de meest glamorous locatie. Maar het was inderdaad, ik heb afgelopen weekend een toernooi gewonnen, dus altijd leuk. Ja. Je speelde vandaag day 2 hier van het main event van de finale BPS. Helaas ben je zo net gebust. Je was weliswaar short stacked. Ja, ik begon de dag wel met ongeveer gemiddelde stack, maar daarna ging ik eerst naar 100.000, daarna verloor ik een pot van 100.000, met een beetje pech. Daarna verloor ik nog een pot van, ik denk 80.000 of zo, terwijl ik nog maar 20.000 over. Dat was niet zoveel. Je bent nu al een paar keer naar België moeten komen, hè, voor al die grote pokertoernooien. Heb je nu al toch wel wat meer gezien van ons mooie Belgenland naast al die casino's en pokerrooms? Nou, niet de keer dat ik kom te poker, maar ik ben wel een paar keer met mijn vriendin in Antwerpen. En, ja, inderdaad, gewoon een beetje leuk. Ik ben ook Brussel met haar geweest. Dus ik vind België wel echt een leuk land. Zeg, ik hoorde daarnet dat je niet naar de Bahama's gaat komen, omdat je naar Australië gaat trekken. Ja, nog niet zeker, maar ik vind het leuk. Ik ben gewoon een beetje online aan het zoeken naar leukere toernooien die ik nog nooit heb gespeeld. Natuurlijk was ik eerst een Stars sponsored, dus ging ik vrijwel automatisch naar de Bahama's. En nu zit ik een beetje te kijken naar andere dingen ook om te spelen. Zoals? Ja, ik zag ook toevallig dat er een WSOP toernooi was in Afrika, in Zuid-Afrika. Dat leek me wel leuk. En ik zag dat er een World Poker Tour toernooi was, ook ergens in die buurt. Dus ik dacht, nou, dat klinkt ook wel leuk, maar... Ja, ik moet even kijken. Ik studeer ook nog gewoon, maar het is altijd leuk om een nieuw voor uit te zoeken. En jouw volgende EPT wordt waarschijnlijk Deauville? Ja, dat denk ik wel. Dat is niet zo heel ver rijden dan. En we hebben allebei een C30, dus je weet hoe makkelijk dat gaat. Dus ik denk dat ik daar gewoon lekker naartoe ga rijden. Dankjewel Ruben. En ja, veilig terug naar huis rijden zeker? Ja, dat hoop ik in ieder geval wel, ja. En prettige feestdagen. Dankjewel, jou ook.